Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Landzicht Accountants en Belastingadviseurs, Heel 17 en Pensioen en Zwammerdam Groep. Welkom bij 0172 in Business, het actualiteit- en businessprogramma dat iedere keer weer boordevol informatieve onderwerpen en interessante gasten zit. Het Grand Café aan de Euromarkt in Alphen aan den Rijn is omgebouwd tot een ware televisiestudio en onze presentatrice Amanda van Stam en presentator Dave Geukens staan klaar om de gasten voor deze aflevering te ontvangen. Welkom bij 0172 in Business. Deze aflevering zit bomvol nominaties en verkiezingen. Ja, zo zijn we bij de machtigste Alphenaar, onderneming van het jaarverkiezing. En we kijken terug op het afgelopen seizoen. Heel veel kijkplezier. Hi Sjaak. In begin van dit jaar zaten we ook met elkaar aan tafel. En een maand later mocht ik jou feliciteren omdat je onderneming van het jaar was geworden. Hoe is dit afgelopen jaar geweest? Nou, we hebben een prachtig jaar achter de rug. Afgelopen weekend hebben we het Frames-feest gehouden. En ik denk dat het Frames-feest misschien wel een verlengstuk is van ons ondernemerschap van het jaar in Alphen. Alle mensen hebben gewoon een prachtige opsteken van wat we de afgelopen jaar hebben mogen beleven. En kun je zo eens wat voorbeelden geven? Je bent dan ondernemer van het jaar, je staat op dat podium, je gaat de volgende dag gewoon weer aan het werk, neem ik aan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan komen er wel een paar telefoontjes die je anders niet krijgt, laten we zeggen. Dan word je uitgenodigd en dan mag je op gesprek komen. En er zijn ook wel heel veel felicitaties gekomen van bedrijven waar we zaken mee doen. Blijkt toch dat we ineens met heel veel meer bedrijven zaken doen in het Alphense dan dat we eigenlijk zelf ons heel erg van bewust waren. Dus er gebeurt van alles. Ja. Dus het heeft je, zoals je dat kan inschatten, ook werkelijk meer business opgeleverd? Nou, als ik aan de relatiekant kijk met de klanten, dan denk ik dat wel heel erg meevalt. Kijk, onze klanten zitten natuurlijk sowieso al heel erg internationaal. Maar het is wel zo, ik heb mailtjes gekregen van mensen die in Alphen wonen, maar die wel verbonden zijn met onze industrie. Die gestopt zijn met werken of die op zoek zijn naar ander werk. En die zeggen van, joh, ik heb bij een Shell of bij een ander bedrijf gewerkt in onze industrie. Die zegt van, joh, het lijkt me wel mooi om hier dichtbij te kijken of ik nog wat kan betekenen voor een bedrijf als Frames. Dus dat ontstaat weer wel. Ja. Dus je hebt eigenlijk jezelf regionaal misschien wel meer op de kaart gezet dan dat je ooit had kunnen doen? Absoluut, dat had anders nooit gelukt, nee. We zijn hier bij Groot Baronie om te horen welke van de 9 genomineerde bedrijven uiteindelijk de 3 bedrijven zijn die met elkaar gaan strijden op 9 januari voor beste bedrijf van Alphen aan den Rijn. Ik ben heel erg benieuwd. De ondernemers zelf zullen best gespannen zijn, dus we gaan gauw naar binnen. En daarom worden ze door de FOA genomineerd. Duivelaar Pomp. Wat is de eerste reactie van jullie? Ik ben erg trots voor onze bedrijf en voor al onze medewerker dat we hier nu in de finale selectie van de laatste 3 bedrijven van Alphen nu zijn. Kan ik me voorstellen. Wat betekent deze nominatie voor jullie bedrijf? Ik denk heel erg veel. Zeker ook voor de mensen die bij ons allemaal werkzaam zijn. Er werken meer dan 50% Alphenaren bij Duivelaar Pompen. We werken met circa 300 mensen. En ik weet zeker dat al onze mensen apentrots zijn dat wij genomineerd zijn. Latexveld. Hoe is het voor jullie om bij de beste 3 bedrijven van Alphen aan den Rijn te zitten? Ja, hartstikke leuk. We zijn allemaal hartstikke trots. We waren ook blij dat we bij de top 9 zaten. En de top 3 is alleen nog maar beter. Dus we zijn trots en heel blij. Wat betekent zo'n nominatie voor jullie bedrijf? Ik denk dat alle medewerkers altijd al heel erg trots zijn geweest op het bedrijf zoals het er staat. En wat we eigenlijk in heel Nederland, maar ook buiten Nederland allemaal doen. Dus dit is eigenlijk een bevestiging van waar wij precies trots op zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Hierbij wil ik namens de jury Stevens Banketbakkerij presenteren als 3e nominatie. Wat is je eerste reactie? Ja, overweldigend, dankjewel. We hadden natuurlijk met z'n allen, het hele team, hadden we het gehoopt. Maar dit had ik niet durven dromen eigenlijk. Het is echt fantastisch. Wat heb je daarvoor gedaan? Vanmiddag hebben we een presentatie gegeven. Presenteren is niet mijn vak, maar we hebben ons er goed doorheen geslagen. En eigenlijk vertel je gewoon je verhaal en wat je doet met z'n allen. En dat heeft de jury aangesproken. Jan, afgelopen jaar heb je ons, de kijkers, de ondernemers, voorzien van heel veel goede financiële tips en adviezen. Maar maakt die ondernemer eigenlijk wel voldoende gebruik van zijn accountant?
Nou, eigenlijk veel te weinig. Als het alleen maar om de wettelijke verplichtingen gaat, zoals een jaarrekening of een aangifte, dan geeft dat natuurlijk veel te weinig toegevoegde waarde. Ja, eigenlijk zou een ondernemer samen met zijn accountant moeten zitten om samen plannen te maken, zodat hij ook goed financieel onderbouwd is. Ja, samen sparren, nadenken over opvolging, nadenken over rendementsverbetering, waardecreatie, dat soort zaken. Waardecreatie, opvolging, wat bedoel je daar precies mee? Nou, opvolging, kijk, een ondernemer zit natuurlijk ook aan een beperkte houdbaarheid. Dus op enig moment moet hij voor zichzelf de keuze gaan maken van welke pet moet ik nou eigenlijk afzetten en welke pet zou ik op moeten zetten. Een soort pettenmodel. Ja, een soort pettenmodel, dat hanteren wij. Soms is het zo dat een directeur bij de groei niet meer zo eenvoudig leiding kan geven. Dan moet hij eigenlijk de pet van directeur afzetten en meer zich als aandeelhouder gaan gedragen. En zorgen dat er een goede directeur komt. Ja, precies. Dus eerder gaan nadenken voor opvolging. Ja, opvolgingsplannen. Zeker binnen familie is dat een hot item. Op welk moment maak je dat bespreekbaar? En hoe ga je er ook echt aan werken? Nou ja, daar kun je een sparringpartner als een goede adviserende accountant goed bij gebruiken. Ik ben benieuwd, Sjaak. Heeft deze prijs je ook gebracht wat je ervan had verwacht? Want je schrijft niet zomaar in. Je hebt ongetwijfeld een bepaald idee. Nou, ik moet eerlijk toegeven, wij hebben geen verwachtingspatroon gehad bij wat het zou kunnen betekenen voor Frames om onderneming van Alphen te zijn. Wat heeft het ons gebracht? Het heeft ons denk ik wel heel veel gebracht. Heel veel bevestiging voor onze medewerkers, dat ze bij een bedrijf werken waar blijkbaar dan toch heel Alphen nu wel mee bekend is. Ik denk dat het ook heel veel ogen heeft geopend van bedrijven in Alphen. Die nog eens gekeken hebben van wat doet Frames eigenlijk, wat kan ik voor Frames betekenen. En daardoor lopen die contacten en is er inmiddels ook werk uit voortgekomen. Waaronder ook wij met Solimans zijn tot zaken zijn gekomen, onze medekandidaat. Dus ik denk dat dat wel heel veel gebracht heeft. En natuurlijk een bepaalde naamsbekendheid, absoluut. Is het dan ook zo dat je meer invloed hebt gekregen, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we elkaar sneller weten te vinden in de Alphen. De invloed zit in de branche en in het met elkaar zaken doen, ja. Als we nou hebben over invloed, dan is daar op een ander niveau in Alphen aan de Rijn ook nog een verkiezing. En dat is de machtigste mens. En Dave is daar naartoe geweest. Ik ben in het Kastellentheater voor de uitreiking, of eigenlijk de bekendmaking van de machtigste Alphenaar. Maar voordat we gaan kijken wie dat dan wordt, wie die felbegeerde titel in ontvangst neemt, ga ik eerst André ten Brink van Alphen Into Business een aantal vragen stellen. In ieder geval is het iemand die in zijn totaliteit gewoon echt mensen aan hem bindt en daarmee heel ver komt. Of dat nou politiek gezien is of dat naast het bedrijf. Het is allemaal de bedoeling om het voor Alphen zo goed mogelijk te maken. En daar, dat is eigenlijk een beetje de kerndefinitie van Alphen en dan de machtige die daaraan gerelateerd is. De nummer 1. Oftewel, de machtige Alphenaar 2013 is geworden Bert Kok. En waarom hij het geworden is, is eigenlijk gewoon heel duidelijk. Die man die heeft invloed in Alphen. En zeker als het gaat in het vastgoed wat hij hier bezit in Alphen. Dan is het, oké, dat weet nou, niet iedereen, maar het is een bescheiden man. Staat dus echt wel niet aan de voorgrond, maar meer aan de achtergrond. Doet gewoon zijn ding. Is het geworden omdat het ook nog eens verder gaat. Het is niet alleen het beheren van vastgoed, maar ook hoe ga je met je klanten daarin om. En zijn vastgoed dingetjes die hij zeg maar wegzet en mensen waarmee hij samenwerkt, dat gaat enorm van ganse harte. En dan ben je ook wel een machtige man. Ja. Jan, veel ondernemers zien hun financiële administratie toch een beetje als een bijzaak. Hoe zorg je er nou voor dat het toch een prioriteit krijgt, een hoofdzaak wordt? Nou, als je zeg maar laat zien dat je door je administratie juist veel meer zicht krijgt op wat verdien je nou aan een bepaald product of aan een bepaalde klant. En maak je dan vervolgens ook keuzes daarmee. Dus wij proberen ondernemers te stimuleren om daarnaar op zoek te gaan. Ja, maar dan heb je het al gauw over je strategie en verdienmodellen. Daar bemoeit een accountant zich toch niet mee? Ja, feitelijk wel, want als je structuur kan aanbrengen in dat hoofd van die ondernemer, van joh, waar ga je je nou op richten? En neem je mensen daar ook in mee en maak ook zichtbaar naar de klanten waar je op focust, daar kun je echt geld mee verdienen. Ja, en hoe ga je dat bijvoorbeeld borgen in je organisatie, zo'n heel financieel traject? Nou, je kunt tegenwoordig heel goed met software inzichtelijk maken
Wat nou precies de kosten zijn van een bepaalde transactie en wat je daarmee verdient. Dus software helpt enorm om dat mogelijk te maken. Maar goed, dan denk ik aan software, denk ik aan een IT-bedrijf, denk ik niet aan een accountant. Maar accountancy en IT, dat heeft tegenwoordig ontzettend veel met elkaar te maken. Waar ik ook benieuwd naar ben, Sjaak, is deze keer zit je aan de andere kant van de tafel bij de onderneming van het jaarprijs. Hoe is het om jurylid te zijn? Dat is bijna net zo spannend. Nee, ik moet zeggen, leuk. We hebben een aantal sessies gehad. We zijn van een groot aantal kandidaten gekomen tot 10. En ik zie dat alleen al een worsteling is. En uiteindelijk van de 10 na een aantal presentaties komen we tot 3. En dat is nog een moeilijkere stap. Maar het wel goed is om te zien dat iedereen zijn eigen achtergrond meeneemt in wat hij vindt wat zou moeten gebeuren. Ja. Is het dan ook zo dat nu je vanaf de andere kant kijkt naar wat maakt dat je genomineerd bent en wat maakt dat je bij de laatste 3 zit, dat je misschien wel een beetje extra trots bent op het feit dat je wel gewoon eerste bent geweest afgelopen jaar? Nee, absoluut. We hebben altijd ook al tijd gedacht toen we meededen dat wij niet echt een bedrijf zouden zijn die op de eerste plaats zou moeten komen in Alphen. Omdat we juist onze klantenkring buiten Alphen hebben en we nog niet zo lang in Alphen zijn, om maar zo te zeggen. En nu aan de andere kant van de jurytafel zie ik dat eigenlijk weer terugkomen. Je gaat toch eigenlijk op zoek naar bedrijven die een bepaalde binding hebben met Alphen en daarbij ook nog eens ondernemend zijn. En dat is best wel een moeilijke combinatie. Ja. Ja, het is sowieso een lastige combinatie omdat er allerlei soorten bedrijven zijn. In grootte, in samenstelling, in achtergrond, in vakkennis. En hoe ga je dat met elkaar vergelijken? Dat is heel moeilijk, vind ik wel. Nu zitten we op dit moment in de tijd tussen de 3 genomineerden en de uiteindelijke finale. Wat zouden die 3 bedrijven moeten of kunnen doen in deze periode tot aan de finale? Hunzelf blijven, denk ik. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat ze alle 3 totaal verschillend zijn. Een relatief dorpskarakterbedrijf, een internationaal bedrijf en een bedrijf wat zich internationaal enorm aan het profileren is. 3 totaal verschillende bedrijven. Wel een behoorlijke binding met Alphen of Groot Alphen, zoals dat genoemd wordt. Ik denk dat je jezelf moet zijn, altijd. Nou verwacht ik dat je geen naam gaat noemen, maar heb je een persoonlijke voorkeur? Nee, ik heb geen persoonlijke voorkeur. Ze zijn alle 3 zo verschillend dat zal nog een heel gevecht worden in de jury of daar een unaniem besluit komt of dat er een gedeeld besluit komt. Ja, denk ik wel. Ook omdat er zoveel facetten zijn. De ondernemerschap, het Alphens, het innovatieve, de financiële gezondheid. De opbouw van een organisatie en hoe kijken ze naar de toekomst. En ja, hoe leg je dat allemaal naast elkaar en hoe weeg je dat? Dat is best wel moeilijk. Nou ja, ik zou zeggen, maak er een mooi proces van met elkaar. En de beste wint, dat lijkt me logisch. Ja. Jan, je zegt net accountancy en IT. 2 handen op 1 buik. Hoe zie je dat dan? Ja, dat klopt. Het is niet meer weg te denken uit onze branche. Je kunt met IT heel veel inzichtelijk maken voor die ondernemer. Waar verdient hij nou precies geld mee? Maar je kunt ook helpen om processen te stroomlijnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan elektronische facturatie. Ja, elektronische facturatie. Maar hoe voorkom je nou dat je een papieren factuur krijgt? Nou, wij hebben op dit moment als kantoor een platform ontwikkeld waarbij we diverse pakketten met elkaar laten praten. En zo kan de ene ondernemer naar de andere een factuur digitaal sturen zonder scannen en herkennen. Er worden op dit moment toch nog 1 miljard fysieke facturen per jaar verstuurd. Dat is een enorme kostenpost. Ja, absoluut. En als we even kijken naar jouw verhaal, welke tips zou je dan meegeven aan de ondernemers van Alphen en omstreken, zodat ze volgend jaar ook in dat rijtje van onderneming van het jaar kunnen staan? Ja, ik zou zeggen van maak je strategie heel expliciet voor je markt, maar zeker ook voor de mensen waarmee je werkt. Zorg voor heel veel inzicht. Waar verdien je het nou precies mee en waar niet? Neem dan ook beslissingen om dat af te stoten. En kijk goed naar de structuur van je bedrijf. Kijk naar je eigen houdbaarheid. Hoe lang kan je nog directeur zijn? Of moet je juist iemand aantrekken die het veel beter kan managen? Toon leiderschap. Treed terug. Functioneer bijvoorbeeld primair als aandeelhouder in plaats van directeur-aandeelhouder. Dankjewel, Jan. We hebben dit seizoen ontzettend veel interessante thema's besproken en daarbij ook veel gaaf gasten gehad. We hebben natuurlijk gehad over ontwikkelingen in Alphen aan de Rijn en de regio.
economische ontwikkelingen, regiostimulering. Ja, want in de eerste uitzending hadden we gelijk Laura van Klink van de Kamer van Koophandel. Ja. En Tjeerd Hoekstra van de VVD aan tafel. Ja, precies. Laura, ik wil met jou beginnen. Wat zijn de hoofdtaken van de Kamer van Koophandel? In één zin kun je zeggen dat de Kamer van Koophandel ondernemers verder helpt met ondernemen. En we hebben daarvoor drie wettelijke taken. Handelsregister, wetsuitvoering, voorlichting en advies en regiostimulering. En dat richt zich dan met name op de omgeving van de onderneming. En dan hebben we het over bereikbaarheid, onderwijs, arbeidsmarkt, regeldruk, dat soort zaken. Is er nou een uitkomst waarvan je zegt, nou dat is iets waarvan de gemeente zei, nou die is voor ons, die pakken we op? En het belangrijkste is om te zien dat er in het gebied heel veel mogelijkheden zijn. En daar willen we echt mee aan de gang. Er is niet één clubje die daar zich nu verantwoordelijk voor voelt. En dat hebben we aangepakt als een punt waarvan we zeggen, dat willen we gaan doen. Dus we hebben als Alphen daar ook de leiding ingenomen. En we gaan samen met de grote gemeente uit het Groene Hart daarmee binnenkort van start. Om te zorgen dat we die uitkomsten kunnen borgen. Hey, en niet te vergeten, we hadden natuurlijk in de tweede uitzending al die interessante gasten over familiebedrijven. Ja, meneer Zeeman natuurlijk. Hè? Ja, echt heel al leuk. Al jaren bekend natuurlijk in Alphen. Ja, prachtig bedrijf. Ja. Van der Valk. Ja, en van de Werf. Die kenden elkaar nog, weet ik nog. Ja, ja. Met hun kinderen. Ja, wat dacht je van de Zwammerdamgroep? Die bestaat 50 jaar dit jaar. Ja, jij bent er nog geweest. Ik ben er geweest, ja. Dat is erg leuk. Mooi ja. Bedrijf. Prachtig, echt. Ja. Meneer Van der Werf, ik wil eigenlijk met u beginnen. Ja. Wanneer had u voor uzelf bepaald dat Dennis het bedrijf moest overnemen? En kon u daar ook wel zakelijk genoeg naar kijken? Want dat is toch uw zoon? Ja, ik had er echt een. Ik had het na 50 jaar werken had ik het wel gehad. En, en ik had er vertrouwen in dat hij dat kon. Dus toen ben ik eigenlijk heel soepel overgestapt. En ik reisde graag. En dus toen denk ik, nou, dan komt daar de tijd voor. Ja. Ik denk dat we wel echt een familiebedrijf zijn waar je kansen kan krijgen, maar de vanzelfsprekendheid die nog een beetje leeft bij iedereen, die was er wellicht twee generaties geleden, maar die is van lievelen wel verdwenen. Mensen zijn wel veel vrijer om keuzes te maken en er zijn ook met zoveel dat het bijna niet zou kunnen dat iedereen automatisch een hotel krijgt wat als gesloten. Nee, want die bepaalt of je ergens capabel genoeg voor bent. Nou ja, de familie en je krijgt kansen om je te ontwikkelen. Hè? Dus je, ja, sport en sportsponsoring, niet te vergeten. Thuis de Kruijf van Bokschot Thuis de Kruijf aan tafel met ja, John Kroes. Ontzettend leuk. Ja, van Arc de Triomf. Van Arc de Triomf, precies. Ja, absoluut. En we waren bij de 20 van Alphen. Ja, ja. En daar zagen we Martin van Beelen en Michel de Chatignier. Hele sportieve lui, die twee. Ja. Echt leuk. Ja. Het is ook zo'n mooi evenement. Ja, ik ben alweer aan het trainen. Ben je aan het trainen? Ja, tuurlijk. Nou, en jij? Ik ben eens een loper, hoor. John, voorzitter, Business Club Arc de Triomf. Heel succesvol. Hoe zou je nou zoiets kunnen realiseren met bijvoorbeeld een bokschot als thuis? Ja, het is je gezicht laten zien, zeggen ze in veel gevallen. Hè. En het is heel leuk dat je erover begint. Wij hebben het natuurlijk als businessclub ooit opgezet. Arc de Triomf staat eigenlijk voor topsport in Alphen aan de Rijn. We hebben natuurlijk een hele sterke band met ASC. Het is toch allemaal voetbal? Het is niet alleen maar voetbal. Ik denk dat meteen goed is om dat misverstand uit de wereld te helpen. Wij willen meer sporters begeleiden. We hebben ook een aparte stichting, de Stichting In Sporthelden. Die begeleiden en ondersteunen individuele sporters. Dus wij moeten denk ik na de uitzending maar even een afspraak met elkaar maken. Want ik begrijp dat je dat nog niet had ontdekt. Maar Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Ook in Alphen. Martin, we zijn bij je op kantoor geweest en nu komen we hier tegen bij de 20 van Alphen. Hoe belangrijk is de 20 van Alphen voor jou? Ja, de 20 van Alphen is heel belangrijk en leuk. Ik bedoel, ik heb net al even goed hard gelopen en warm gelopen om de 20 zo meteen te lopen. Ik zie het zweet zit op je hoofd. Je ziet de mensen op de achtergrond voorbij komen. Ik heb gewoon heel veel zin in. Het is een sportieve uitdaging en daarnaast hoop ik ook een beetje Cycle for Hope bekend te maken. In mei spraken we over fusies en overnames. Dat is een actueel thema, was dat? Ja, absoluut. Zeker in deze tijd. Je hoort het dagelijks. En weet je wat ik nou zo bijzonder vond van Dick Selman thuis? Oh. Het bedrijf waar hij bij werkt, investeringsmaatschappij. Ja. Die komen niet alleen maar met een zak geld. Ja. Nee, die gaan ook echt aan boord meehelpen het bedrijf weer gezond te krijgen. Ja, en wat hij vertelde is dat ze 100 scans doen. En van de 100 scans zijn er maar 3 bedrijven waar ze werkelijk in investeren. Ja, kan je nagaan. Dat is wel weinig eigenlijk. Dat is echt heel weinig. Ja. Dat zegt veel. Nou, ik denk dat je daar wel iets noemt wat heel belangrijk is. Jij zegt, wij willen het rustig aanpakken. En in een bepaalde markt kan ook snelheid soms heel belangrijk zijn. En dan kan je zeggen, joh, juist een overname kan ons een platform verschaffen om juist versneld in een marktpositie te krijgen. Ja. Maar ik denk dat daar geen ABC voor bestaat. Dat blijft altijd afhankelijk van markt en situatie. Ja. Hoe je daar verder in mee wil gaan. Hoe begin je dan bijvoorbeeld?
Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik denk hoe wij beginnen, misschien is dat het meest concreet om te noemen. Als investeringsmaatschappij wil je een bedrijf kopen om uiteindelijk waarde te creëren en het weer een keer te verkopen. Dus wij kijken in het begin altijd naar bedrijven waarvan we zeggen, die halen niet de volle potentie uit de kansen en uit de vaardigheden die ze hebben. En daar begin je. En dan zeg je, hey, ik denk dat in die markt met dat bedrijf meer te realiseren is dan dat er nu gebeurt. En dan is dat voor ons een signaal van, nou, daar moet je in investeren. Ja. En binnen 5 jaar kan je het op een volgend niveau gebracht hebben. Wat ik gaaf vond tijdens de uitzending Recreatie en Toerisme, dat Aafke Beumer en Jacques Veldman het helemaal niet met elkaar eens waren. Nee, weet je nog? Ja, inderdaad. Ja, want dan hadden we het natuurlijk over belangen, natuur en recreatie. Ja, en die gingen gewoon niet altijd samen. Nee, dat snap ik ook wel. Ja, natuurlijk. Dat is ook logisch. Maar daardoor was het wel een interessant gesprek. Ja, dat was een leuk moment, ja. Als je nu naar Alphen kijkt, hè, er zitten heel veel eten- en drinkgelegenheden langs het water, langs de Oude Rijn. We hebben grote sloepenverhuurder in Alphen zitten, wij hebben ook sloepenverhuur op de Brasem. Het is heel erg mooi om door Alphen aan de Rijn heen te varen, maar je kan niet stoppen, je mag niet afmeren. Ja, daar moet je dus wat aan doen. Dan kan je ook niet samenwerken met een horecaondernemer die zit. Dat ben ik helemaal mee eens, daar moet wat aan gebeuren. Dat mag niet gebeuren, waarom moet dat niet achteraf, moeten wij daarin opstaan? Dan moet je toch met gezond verstand niet toestaan als overheid. Nee. Het feit dat wij erin opstaan, dan ben je toch al achter de kurve. Dat is toch ongelooflijk. Sorry, maar we hebben het nu eigenlijk alleen maar over vader. Ja. En dat is niet de grootste. Het is een van de grote takken van recreatie. Maar we hebben meer water dan Een hele groot gedeelte van de mensen die gaat hier door op de fiets door het gebied. Door het groen. Door het groen. Ja. En een heleboel mensen wandelen door het groen. En er worden steeds meer, ook in samenwerking met gemeentes en provincies, steeds meer wandelpaden en leuke wandelgebieden aangelegd. Ja. En dat neemt echt een hele grote vlucht. Daar moeten we ook eens een keer naar kijken. Dus we kunnen wel, waarschijnlijk is het met de boten ook doordat het logistiek allemaal wat minder makkelijk is. Je hebt natuurlijk veel beroepsvaart, noem maar al die dingen. Ik ben het met je eens, alleen het gaat om, wil een overheid werkgelegenheid bestrijden, wil een overheid toerisme bestrijden, op motiveren, dan moeten ze met dit soort. Hot item was natuurlijk dit jaar Lage Zijde. Ja, niet alleen bij ons, maar natuurlijk in heel Alphen heeft dat hoog op de agenda gestaan. Het staat nog steeds op de agenda. Ja, en wij hebben daar mooi die combinatie toen weten te maken met stadsontwikkeling in het algemeen. En daar hebben we goede gasten van gehad. Ja, en ik heb natuurlijk Gerrit Frans nog even goed aan de tand gevoeld in Tjeerd Hoekstra van de VVD. Ja, ja, en vergeet de nieuwkomers niet. Brood & Co. heb je gesproken, de eigenaar. Vers Friethuis in de Ratenstraat. Ja. Was een goede mix van gasten. Gerrit, hoe krijg je het voor elkaar om het centrum aantrekkelijker te maken voor winkeliers? En met name met winkeliers waar het centrum wat aan heeft. Nou, als je onder het centrum verstaat de lage zijde. Hè, laten we even niet over de hoge zijde hebben, want dat is behoorlijk goed ingevuld. Alhoewel er ook een paar panden leeg staan. Wij kunnen dit centrum alleen aantrekkelijk maken door A, aan de basis te gaan beginnen. Dus bottom-up, met de winkeliers, met de partij aan tafel, met ook de eigenaar van de Arof aan tafel. En dan gaan wij zeggen, wat moet hier nou gebeuren? Je hebt een nieuwe broodzaak in Alphen aan de Rijn. Waarom heb je gekozen voor een broodzaak? Nou ja, ik ben al jarenlang bakker. We hebben in Bodegraven ook een bakkerij, we hebben meerdere bakkerswinkels. Maar we zaten al langer met wat meer met speciale broden doen. We hebben onze eigen deesem ontwikkeld. We zijn eigenlijk al heel ver met hele speciale broden maken. Ja, en die misten we in Alphen. Maar midden in het centrum, op een A1 locatie, is dat niet een hele dure plek voor een broodzaak? Ja, dat is wel zo, maar ik kijk dan meer naar de kansen als naar de problemen, zeg maar. Als je kijkt naar de traffic, hoe krijg je mensen van de reguliere snackbar naar een vers friethuis? Nou, op het moment dat je echt een vers product verkoopt, gaat het wel een beetje automatisch. We hebben wel een opening gehad met een DJ en een groot feest en zo, waardoor we wel snel wat naamsbekendheid hebben gecreëerd. En aan de andere kant is het wel het centrum waardoor je dus ook traffic hebt die voor de gevel langs kan lopen. En naast al die innovaties hebben we eigenlijk ook een hele vooruitstrevende ondernemersvereniging, de VOA. Ja, absoluut. Die samen met de gemeente en een aantal investeerders het ondernemingshuis heeft neergezet. Ja, en de bedoeling van het ondernemingshuis, dat vond ik zo mooi in de laatste uitzending die we hebben gemaakt, is om zowel kleine als grote ondernemers bij elkaar te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Ja. Juri, het ondernemershuis, wat is het eigenlijk precies en voor wie is het bedoeld? Het ondernemershuis is eigenlijk een voortvloeisel uit het economisch actieplan van de gemeente Alphen aan de Rijn. De gemeente Alphen aan de Rijn wil natuurlijk zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren in Alphen aan de Rijn. Ik ben betrokken bij de VOA. De VOA is de Vereniging Ondernemingen Alphen aan de Rijn. Daar ben ik vicevoorzitter. De VOA en de gemeente Alphen aan de Rijn hebben besloten de handen ineen te slaan
En kijken hoe kunnen we Alphenaar een hoger platform krijgen. Hoe kunnen we de werkloosheid beteugelen. Hoe kunnen we meer werkgelegenheid creëren. Nou, een van de punten daarvan is het maken van een ondernemingshuis. Daarnaast hebben we vergaderruimtes die wij hier verhuren. Mm-hmm. En we hebben flexplekken, noemen we dat. Die hebben we in 3 soorten. We hebben plekken waar echt wat concentratieplekken zijn. Die zijn wat meer afgeschermd. Daar kan je echt in je eentje zitten. Je neemt je laptop mee, je sluit aan, je gaat hier lekker werken. En dat hebben we teruglopend tot plekken waar geen schotten tussen zitten. Waar je lekker naast elkaar zit. Waar je open staat voor, ik ga hier zitten. Ik ben ZZP'er bijvoorbeeld. Ik kom hier werken en ik sta open om gezellig met een ander te kletsen. Ja. Om te leren van elkaar. Om in contact te zijn. Klopt. En waar we heel trots op kunnen zijn, dat zijn al die mooie bedrijven in de regio die iets met innovatie hebben. Ja, er zijn prachtige bedrijven bij. En we hebben daar mooie gasten gesproken die daar iets over konden vertellen. Ja, Maijoer, die heel de uitgeverijwereld eens even op zijn kop zet. Ja, absoluut. En wat ik leuk vond, is dat we Robin van Woerden spraken, die gedreven ondernemer van Klaas, boottrailers. Ja, ja. Die, echt heel die gaaf. Die boottrailers die op maat helemaal kan maken. Ja, precies. Schitterend. Ja, en niet te vergeten Heel Safety, die de onbemande meldkamer heeft. De eerste ter wereld. In onze Alfa aan de Rijn. Ja, gewoon in die mooie toren hier verderop. Ja, ja. Echt heel gaaf. Wanneer is Maijoer een succes? Nou, wat wij in ieder geval als ambitie hebben is om het beste platform te worden voor het aanbieden van losse artikelen. En we hopen erop dat we eind 2014, dus eind volgend jaar, 100.000 gebruikers hebben. En we zijn nu een maandje bezig, dus we zien al dat het gebruik heel erg toeneemt. We zien ook dat hoe meer uitgevers hun artikelen aanbieden en hoe meer auteurs erin staan, hoe meer lezers ook het platform weten te vinden. Dus op die manier groeit het ook heel erg. Ja. Maar volgens mij is echt zeg maar kijken naar die behoeften van die klant, dat is iets wat jij ook al moet herkennen. Absoluut. We zijn eigenlijk in eerste instantie is het wel begonnen met een stukje visie. Hè? Dus we hebben een jachthaven bijvoorbeeld bij ons. En dan kijk je eigenlijk naar de waterkant. Wij zitten dan met boottrailers, zijn we dan actief. En dan zie je eigenlijk dat mensen daar altijd, hoe ik het netjes moet zeggen, is veel gedoe hebben aan de waterkant. Nee. Nou, dan denk je van joh, dat moet toch anders kunnen tegenwoordig in 2013. En dan ga je eens kijken, kunnen wij daar in ons eigen bedrijf zeg maar iets ontwikkelen dat het in ieder geval beter wordt. Nou ja, dan heb je dus je eigen stukje visie, maar daarnaast ga je dus een marktonderzoek doen onder zeg maar gebruikers, maar ook mensen die in de toekomst misschien het product gaan gebruiken. Hoe is bijvoorbeeld bij jou de innovatie gestart? Hoe kwam het idee? Nou, eigenlijk is het zo dat vanaf het begin we onderscheidend waren als Heel Safety zijnde. Dan praat ik over 1996. Dan zie je dat klanten daarop afkomen. Op een gegeven moment ontdek je dat dat onderscheidende vermogen een klein beetje weggaat. Doordat je eigenlijk continu bezig bent met de processen zoals dat ze er elke dag zijn. Maar wanneer besef je dat? Wanneer denk je, nu moet ik echt iets gaan doen? Nou, je concurrentie die doet dingen waarvan je achteraf zegt van hey, dat had ik wel gezien, maar ik heb er niks mee gedaan. En nou, op een gegeven moment dan moet je keuzes gaan maken. De keuze die ik gemaakt heb is iemand erbij halen die de dagelijkse leiding had. Waardoor ik weer de vrijheid kreeg om te bezig te zijn met innovatie. Wow. Ja. Dus eigenlijk de concurrentie, daardoor was het noodzakelijk om slagen te gaan maken. Ja, wil je onderscheidend zijn, dan moet je wel iets kunnen bieden. Voordat we afsluiten willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die meegewerkt heeft aan dit programma. En natuurlijk onze hoofdsponsoren. Ja, die krijgen een extra bedankje. René Geelgoed, Zwam & Lam Groep. Jan van Ginkel van Landzicht Accountants. Gert-Jan Woutsma, Heel Safety. Die dit jaar gefuseerd is met pensioen. Zeker weten. Iedereen een heel succesvol, maar vooral gezond 2014. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Landzicht Accountants en Belastingadviseurs, Heel Safety en Pensioen en Zwam & Lam Groep.